campagne op is, raakt de koers van het aandeel World Online al in een glijvlucht. Chaos en paniek in het centrum van Enschede. Hij sprong vandaag van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten. De invoering van de euro wordt uitbundig gevierd in Maastricht. Kroonprins Willem-Alexander, prinses Maxima. Kijkt hij, durft hij te kijken? Weet hij het zeker? Nee, het is over. Het Nederlands elftal ligt eruit. Italië gaat naar de finale tegen... Beelden en momenten die nog vers in ons geheugen staan. Als we met dezelfde tijdspannen vooruitkijken, komen we uit rond het jaar 2030. Een kind dat nu voor het eerst naar school gaat, solliciteert in pakweg 2030 naar zijn eerste baan. Dat lijkt nog heel ver weg. Toch zullen we nu al moeten nadenken of wij kinderen het onderwijs op de basisschool aanbieden dat ze dan nodig hebben om een plaats te veroveren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Is ons onderwijs genoeg afgestemd op de uitdagingen van de toekomst? Welke rol vervullen stakeholders van het onderwijs daarin? Hoe denken collega-stichtingen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs hierover? En niet te vergeten, hoe zien kinderen het onderwijs in de toekomst? Leerlingen van groep 8 van de scholen van Onderwijsstichting Fortior gingen met elkaar in gesprek over het onderwijs in de toekomst. Hoe denken zij dat over een aantal jaren les wordt gegeven? Welke vakken krijgen kinderen dan? Hoe zien een leeromgeving en schoolplein op de basisschool er in de toekomst uit? Schoolplein van de toekomst ontwerpen. En ja, we hebben het getekend. Hier is, ja, is een grasveld en dan kun je op laser schieten. Dan heb je een fiets op, die staat hier, met automatische kapping en camerabewaking. Dan heb je een rusthuisje, hier zo, kun je ook leren. Bijvoorbeeld als je een toets hebt of zo. En de tegels die hier staan, die hebben kleur en als je erop staat, geeft die muziek. En je hebt hier ook een goed klimbos waar je kan klimmen. Wij vonden dat er jongere leerkrachten moesten worden, want die van 60 die kunnen dan niet zo goed tegen een grapje en die van 40 dan weer wel. Meer buitenlessen, meer buiten zijn allemaal. En ja, niet meer zoveel binnen, want ja, de hele dag stilzitten is ook niet lekker. Langere pauzes, dan kan je jezelf een beetje opfrissen. Stel, je moet iets zien, dan wil je het liever ook echt zien. Want in boeken, dan snap je er niet altijd heel veel van. En op het digibord wordt er beter uitgelegd. En hiervoor als je wat moeite hebt met leren, en hier dan juist niet, want... Dan voel je je ook wat prettiger en dan voel je je niet alleen. Met de natuurkunde moet je eigenlijk wel naar het bos gaan en dan zou je wel je telefoon mee kunnen nemen om foto's te kunnen nemen van de dieren. En dan zou je die later nog op school kunnen bekijken. Dat je bij muziekles, dat je dan een eigen band bent opricht of zo. En dat je dan, dat je naar een podium gaat of zo waar ze dan muziek voorspelen. Met geschiedenis, dat je naar een museum gaat, dat je dan weet waar je leraar het over heeft. Bijvoorbeeld bij Engels, dat je dan een film gaat kijken die ook Engels gesproken is, maar dan ook met Engels ondertiteling, dat je jezelf kan, ja, eigenlijk kan nakijken wat je er dan denkt. Dus. Tekenen, dan moet je eigenlijk een app op de iPad hebben en dan zou je er mee kunnen tekenen. Maar dan zou je ook wel een tweetallen kunnen doen, dan moet je iets bedenken. Bijvoorbeeld een thema waar je over wilt tekenen en kijk wie het beste heeft getekend, krijgt dan gewoon een punt. Het rekenen bijvoorbeeld een cake bakken, dat je alle gebruiken en omtrekken en zo kan meten en over dat kan nadenken. Koken en verzorging. Het lijkt me leuk als je dan misschien, als je voor een paar jaar, dat je dan misschien ook kleine kooklessen kunt krijgen. Zodat je toch weet hoe het allemaal met de smaken gaat. Meer techniek. Leren en dat je weet als je computerles hebt, dat je wat je moet doen en niet dat je eerst weer een uur zit te kijken wat moet ik nou ook alweer doen, wat moet ik nu ook alweer doen. Wat meer digitaal, bijvoorbeeld met een tablet op school,
niet met boeken. En dan kan je zelf opzoeken. En dan leer je ook meer dan dat alles al in een boek staat. Ik heb keuzes en eigen niveau, dus je mag zelf kiezen waar je mee begint. En dat gaat dus op je eigen tempo. En misschien is het leuk als je soms wat kleine cursussen hebt van andere talen. Bijvoorbeeld soms een lesje Spaans. Dan weet je wel hoe je een Spaans kan tellen of hoe je Spaans mensen gedag kan zeggen. Dat is wel leuk. Meer sporten, want sommige kinderen die niet sport kunnen betalen, dat je dat toch op school krijgt, met gym ook, dat je dat meerdere keren kunt doen. Want sommige kinderen met 3 kwartier en dan is het net zo leuk en dan moet je alweer stoppen, ja. En dat is niet zo leuk. Wij denken dat het plafond en de vloer veel kleurrijker en moderner uit gaat zien. Ik denk ook dat de klassen groter worden en betere stoelen en tafels. En dat de kleuters extra ruimte hebben om niet les te krijgen, maar bijvoorbeeld een speelzaal. En dat er minder schooltijd is, maar meer huiswerk. We hopen dat de juffen en meneren blijven, maar we denken wel dat er minder juffen en meneren komen. Wij denken dat als je de helft van de tijd thuis zit, dat er dan minder wordt uitgegeven aan de school en de school wordt kleiner. Ik denk ook dat de boeken worden vervangen door iPads en computers. Dat de leraren en leraressen vanuit thuis lesgeven, dat ze met FaceTime of zo de klas kunnen zien en dan alles kunnen uitleggen. Dat het gewoon allemaal wel hetzelfde, ja, iedereen wel zegt van ja, meer digitaal dan straks en dat het dan ja, ook veel buiten en dat het gewoon wel heel anders is als nu. Bezig zijn met tablets en ook met meer computerwerk en dan als ze dat steeds verder gaan doen en niet in één keer stoppen, ja dit is genoeg, dan denk ik wel dat er wel bijna veel meer, alleen maar met tablets en niet meer boeken over 10 jaar. Bijna geen boeken. De leerlingen zijn het sterk met elkaar eens als ze praten over onderwijs in de toekomst. Alles digitaal. Geen boeken meer, meer op locatie leren met levensechte opdrachten, minder tijd op school doorbrengen en meer zelf ontdekken door middel van contextrijk huiswerk. Ook online thuis les krijgen. Meer aandacht voor bewegen op school, een interactief schoolplein en jongere leerkrachten die weten hoe moderne communicatietools werken. Wensen en verwachtingen van kinderen over de basisschool van de toekomst. Sluiten deze beelden aan bij hoe professionals en stakeholders het onderwijs in de toekomst zien? U mag nu reageren. En graag dat ik met de microfoon langs de tafels ga, dus als je dadelijk even een plek wil zoeken, om die opbrengst op te halen. Dus gepersonaliseerd leren zal zeker een trend zijn die we de komende jaren zullen zien, denken wij. Dat betekent dat elkaars kwaliteiten benut moeten worden. Dat betekent niet alleen voor de leerlingen, maar dat geldt ook voor de docenten. Door IT veel meer gaat zetten, terwijl het juist ook belangrijk is om te bewegen, om al je hersenhelften, of alle twee je hersenhelften te gebruiken en ook je creatieve denken te stimuleren. Want dat zal nodig zijn in de toekomst, dat je creatief kunt denken en dat je daarmee meerwaarde creëert. Dat betekent ook dat elke begaafdheid van een kind een plek moet krijgen en dat die plek ook gegeven zal moeten worden. Er zal zeker niet plaats- en tijdgebonden onderwijs gaan plaatsvinden. Een samenwerking tussen onderwijs, instellingen, organisaties en bedrijfsleven wordt veel en vele malen belangrijker en zal er veel meer gaan gebeuren. Meer luisteren naar de kinderen zelf en naar de ouders, dat gebeurt eigenlijk nu nog te weinig. En dat zullen we steeds meer nodig gaan hebben. Ook lezen, het kind staat voorop, dus herkennen wat voor kind heb je voor je en wat kan hij goed, wat vindt hij leuk om te doen en wat zijn zijn kwaliteiten. Durven loslaten, we denken dat het heel goed zou kunnen werken om de vakken af en toe los te laten, hele rare combinaties te maken die gewoon in de groep te gooien en dan te kijken wat er voor fantastisch verhaal ontstaat op het moment dat je een aardbei combineert met de oorlog.
Inclusie komt het individu veel meer centraal moet gaan staan. Waarvan dus nieuwe vormen en uitdagingen te vinden zijn, nieuwe content zijn, continu aan leren zijn in plaats van alleen maar tussen de bepaalde schooltijden in. Dus hoe ziet die leeromgeving dan dadelijk eruit, is dan de vraag. Nou, het kan een open leeromgeving zijn. Moet het per se een school zijn? Moet het per se één centraal punt zijn? Of kan het juist vanuit één centraal punt werken, maar wel verspreiden over een hele open basis? Kunnen ze gedurende een dag veel meer naar buiten, veel meer naar verschillende diverse locaties toe? ICT en huisvesting, dat ligt een hele duidelijke link tussen wat daar in de toekomst gaat ontstaan. En ik denk dat we hier een soort van coöperatieve school ontdekt hebben, waarin de school nog steeds een onderdeel zal zijn in die coöperatie, maar vooral ook de context letterlijk opgezocht wordt in andere voorzieningen. Dat kan een museum zijn, dat kan een zwembad zijn, wat dan ook. Dus de school zal misschien letterlijk in omvang gaan afnemen, maar we gaan nieuwe ruimtes en nieuwe activiteiten zoeken buiten de school. En ICT is dan een heel belangrijk hulpmiddel, een verbindingsmiddel, om de groep die je toch wil zijn als school of als groep binnen die school, dat je die toch verbonden kunt houden. Kind terug in de regie, leerkracht als coach. Dat is heel lastig om dat uit te voeren, dus ik denk ook dat daar een opdracht ligt straks bij het onderwijs zelf. Kinderen hebben verschillende niveaus en vanuit die verschillende niveaus, vanuit de waarden en de vaardigheden die ze nodig hebben, daar moeten we ze verder in ondersteunen. En welke middelen dat zijn, met alle vormen van zintuigen die ze hebben, moet daar onderwijs kansen aanbieden voor die kinderen. En het allerbelangrijkste is, ben in gesprek met elkaar, maar blijf ook vooral in contact met dat kind en zie ook wat dat kind doet. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste. En daarmee kun je dan maatwerk leveren. En dat is nu, maar dat denk ik ook in 2030. Door de betere ICT-voorzieningen bijvoorbeeld, door communicatiemiddelen, dat het onderwijs en het leren heel erg anders gaat worden. Kinderen leren anders, daar moeten we volgend bij zijn, veel meer volgend dan nu. De trend die we wel zien is dat scholen breder worden en dat het onderwijs steeds meer zich gaat bewegen in de richting van totale dagarrangementen. Met naschoolse opvang, met voorschoolse opvang, met beweging, met kunst, met cultuur. Kinderen geven het zelf ook aan. Dat we in elk geval in de richting gaan van meer gepersonaliseerd onderwijs. Wat dat dan ook mag zijn, want daar hebben we ook wel wat verschillende invullingen in. Maar dat is wel een trend die je overal terugziet. Leren overal plaatsvindt en gedurende de hele dag. De locatie is veranderd daarmee van school veel meer naar een kindcentrum, waarin zorg, sport, cultuur en nog veel meer plaats gaat vinden. En wij zouden graag willen streven naar passende leerarrangementen gedurende die dag. Wat wij er sterk uitgetild hebben is de rol van de leraar. Wij denken echt dat er een andere houding, kennis en basisgrondhouding van leraren verwacht wordt. We willen dat ze nieuwsgierig zijn, we willen dat ze echt onderzoekend zijn, ontdekkend. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Verbindingen leggen met al die partners die in die school ook werken. En ik hoorde net al diverse begrippen voorbij komen. Wij hebben daar aan toegevoegd een competente rebel. Dat zou ook heel mooi zijn. We willen ook meer eigenaarschap bij de leerlingen leggen en ook bij de ouders. Dus hoe vind je daar de balans in? Wie doet wat en waarom? En, wat wij daarbij noemden twee sleutelwoorden waren vertrouwen en uitgaan van talenten. Daar hebben wij net mee afgesloten.